Haar huisje in de Wielewaal in Rotterdam-Zuid is haar atelier. Kijk, daar is de woestijnroos. En werkelijk alles in haar eigen omgeving dient als schilderobject. Het is wel groter uitgevallen, maar kijk. Van alles doen, alles schilderen. Wat ik in huis had, want dit heb ik allemaal in huis. Emily Vestiens-Montens is inmiddels al 96 jaar. Haar eerste tekening maakte ze op haar derde. En inmiddels beheerst ze vele technieken en is ze vooral thuis in stillevens. Dat is aquarel. Maar ik heb alles aan mezelf geleerd. Ja, we waren altijd maar met kunst bezig. Ja. Nog altijd is ze veel bezig met kunst. Ze geeft zelfs iedere donderdagmiddag schilderles aan een clubje vrouwen. De ene doet aquarel, de andere doet maar alleen potlood. Nou, pentekeningen niet. En dan ook weer met pastel. Nou, ik moet van alle markten thuis zijn. Binnenkort wordt mevrouw Vestiens 97 jaar. En ze is dan ook heel erg vereerd met een overzichtstentoonstelling in een galerie in Rokanje. Het is zo geweest. Geweldig. Ik ga hem bijval en meteen drie verkocht.